Hoofdstuk 12. Als door een adder gebeten, draaide Will en Arnoud zich om. Wargals, hoe weet je dat? Nou, ik heb ze eerder gezien toch, en gehoord, antwoordde ze met een klein stemmetje. Ze beet op haar lip. Dat geluid maken ze altijd als ze opmarcheren. Will keek bezorgd. Die vier wargals die Halt en hij hadden achtervolgd, maakten helemaal niet zulke geluiden. Maar hij bedacht dat ze inderdaad hun eigen prooi najaagden. Uit zijn ooghoeken zag Will ineens beweging in de bocht van de weg. Zakken, fluisterde hij dringend. Hou je hoofd naar beneden. Arnoud en Evelien drukten hun neuzen in het zand. Will greep de kap van zijn mantel en trok die verder naar voren, zodat zijn gezicht helemaal in de schaduw lag. Hij hield een plooi van zijn mantel over zijn arm voor zijn gezicht, zodat je alleen zijn ogen nog kon zien. Het gezang, als je het zo mocht noemen, was er alleen maar om de wargals in de maat te laten lopen, zoals een sergeant het tempo van zijn peloton aangeeft. Will telde ongeveer 30 wargals, grote en forse wezens. Ze gingen gekleed in donkere jassen en broeken met ijzeren noppen bezet en gemaakt van het een of ander zwaar en sterk materiaal. Ze holden bijna in een continu draf op de maat van hun keelklanken. Will besefte dat het geen woorden waren, alleen maar ritmisch gegrom. Ze waren stuk voor stuk zwaar bewapend, met korte speren, strijdbijlen en morgensterren in de aanslag. Will kon hun gezichten nog niet zien, ze kwamen in twee ongelijke rijen aangehold. En toen zag hij ineens dat ze tussen die twee rijen een derde bewaakten, daar liepen gevangenen. Toen de bende dichterbij kwam, zag Will dat die gevangenen, het waren een stuk of 12, hun uiterste best moesten doen om het tempo bij te houden. Hij zag ook dat het Kelten waren, mijnwerkers zo te zien, met leren schorten en hoofddeksels. Het was duidelijk dat ze de uitputting nabij waren en Will kon nu ook zien hoe de wargals korte zwepen gebruikten om hen voor te drijven. Het gezang klonk steeds luider. Wat gebeurt er allemaal? Vroeg Arnoud en Will had hem graag de keel dichtgeknepen. Hou je mond, zuste hij, stil. De wargals kwamen dichterbij en Will kon nu ook hun gezichten zien. Hij voelde de haren in zijn nek recht overeind komen terwijl hij naar hun zware kaken en neuzen keek die als hondensnuiten vooruitstaken. De oogjes daarboven waren klein en gemeen en leken een gloeiende haat uit te stralen terwijl ze hun gevangenen opzweepten. Eentje gromde naar een gevangene die dreigde te vallen en Will zag zijn gele slagtanden. Hij wilde eigenlijk helemaal wegzakken achter zijn rots, maar hij wist dat elke beweging nu het risico van ontdekking met zich meebracht. Hij moest blijven vertrouwen op de camouflage van zijn mantel. Eigenlijk wilde hij zijn ogen sluiten, zodat hij de vreselijke koppen niet meer zou zien. Maar op de een of andere manier lukte dat ook niet. Hij bleef vol afschuw kijken hoe de wargals, die wezens uit de nachtmerrie, langs hem heen gehold kwamen. De mijnwerker had op geen ongelukkiger moment kunnen struikelen. De arme man kreeg een klap van een van zijn begeleiders, struikelde en viel toen lang uit op de grond, waardoor zowel de gevangene voor hem als die achter hem ten val kwam. Will zag dat ze met dikke leren riemen aan elkaar gebonden waren. De hele groep kwam nu tot een ongeregelde stilstand. Het gezang veranderde in verontwaardigd klinkend geknor en gegrom van de wargals. Twee van de gevangenen krabbelden overeind onder een regen van slagen. De gevallen mijnwerker bleef liggen, ondanks dat een van de wargals vreselijk met zijn zweep tekeer ging. Een tweede bewaker voegde zich bij zijn compaan en begon met het eind van zijn speer te stoten. Maar de mijnwerker reageerde niet meer. Vol afschuw besefte Will dat de man dood moest zijn. Uiteindelijk begrepen de wargals dat ook. Na een onverstaanbaar bevel wat de leider moest zijn, hielden de twee uiteindelijk op het slaan en sneden zijn riemen los. Ze grepen het slappe lichaam vast en wierpen het achterloos terzijde, recht naar het bosje waar Will en de anderen zich verborgen hielden. Het lijk viel dwars door het kreupelhout vlak bij de weg en Will hoorde Evelien een kreetje van angst slaken. Met haar gezicht naar beneden gedrukt, niet weten wat er intussen gebeurde, was het plotselinge geluid van een vallend lichaam en brekende takken het meisje te veel geworden. Ze beet meteen op haar lip, maar het was al te laat. De leider van de wargals leek iets gehoord te hebben. Hij draaide zich om en keek naar de plek waar het lijk nu lag. Hij vroeg zich waarschijnlijk af of het de mijnwerker was die dat geluid gemaakt had. Het was duidelijk dat hij zich ook afvroeg of de man zich misschien alleen dood gehouden had in de poging om te ontsnappen. De chef blafte een bevel en de wargal met de speer stapte uit de rijen en rolde naar het dode lichaam, zodat hij zonder aarzelen met het wapen doorboorde. Maar de leider was nog niet gerustgesteld. Hij keek een hele tijd recht de struiken in, precies naar de plek waar Will lag in zijn grijze jagersmantel. De leerling keek recht in de rode oogjes van de Briet op de weg.
Hij had bijna zijn blik afgewend. Hij wist zeker dat het monster hem zag. Maar de training die het afgelopen jaar van Halt gekregen had, deed hem beseffen dat elke beweging nu fataal zou kunnen zijn. Hij wist zelf dat het laten zakken van zijn oogleden kon leiden tot een kleine beweging van zijn hoofd. De echte waarde van de grijsgroene mantel had niets te maken met tovenarij, zoals veel mensen dachten, maar met het vermogen van de drager zich doodstil te houden. Will dwong zichzelf dus zonder de minste beweging naar de warghal te blijven staren. Zijn mond werd droog, zijn hart bonste wel 2 keer zo snel als normaal. Hij kon het snuiven van de berenachtige leider horen. Hij zag hoe de neusgaten kleine bewegingjes maakten terwijl het wezen de lichte bries proefde of het iets ongewoons kon ruiken. Ten slotte draaide de warghal zich om. Maar meteen draaide het wezen zijn hoofd weer om en keek hij nog eens naar de struiken. Gelukkig kende Will die truc ook. Hij had zich niet verroerd. Nu gromde de warghal en riep een bevel naar zijn manschappen. Deze begonnen weer te zingen en holden verder, de dode mijnwerker langs de kant van de weg achterlatend. Terwijl het geluid wegstierf en ze om de volgende bocht verdwenen, voelde Will hoe Arnoud achter hem bewoog. "Blijf liggen," fluisterde hij boos. Het was best mogelijk dat de groep warghals gebruik maakte van de stille achterwacht, die alle vijanden zou snappen die dachten dat het gevaar geweken was en te snel tevoorschijn kwamen. Hij dwong zichzelf tot 100 te tellen voor hij de andere toestemming gaf zich te bewegen, uit de bosjes te kruipen en hun stijve ledematen te rekken en te strekken. Will gebaarde Arnoud en Verlien mee terug te brengen naar hun kamp. Zelf liep hij voorzichtig naar de plek waar de kelt achtergelaten was. Zoals Will al dacht, was de man inderdaad overleden. Het was duidelijk dat hij de afgelopen dagen veel klappen had gekregen. Zijn hele gezicht was opgezet en zat vol striemen waar de strepen van de warghals hem geraakt hadden. Er was niets wat Will voor de man kon doen, dus liet hij hem liggen waar hij lag. Hij ging naar de anderen. En Evelyn zat stil te huilen. Toen hij aankwam lopen, keek ze met betraande ogen naar hem op. Haar schouders schokten. Arnoud stond er hulpeloos naast. Hij maakte wat onbeholpen gebaren met zijn handen. "Het spijt me," wist Evelyn eindelijk uit te brengen. "Maar die stemmen, dat geluid, ik herinner me net weer alles," toen ze... "Laat maar, het is al goed," zei Will kalm. "Wat een afschuwelijke schepsels zijn het toch." Hij schudde zijn hoofd naar Arnoud. Die slikte 1 keer of 2. Hij had de warghals helemaal niet gezien. De hele tijd was hij braaf blijven liggen met zijn gezicht in de aarde gedrukt. "Dat moest ook verschrikkelijk zijn," bedacht Will. "Hoe zien ze eruit?" vroeg Arnoud als een klein jongetje. Will schudde zijn hoofd. Het was haast geen doen om een beschrijving te geven. "Als beesten," zei hij tenslotte. "Als beren of als een kruising tussen een beer en een hond. Maar ze lopen op 2 benen, net als mensen." Evelien slaakte weer een kreet van afschuw en ontreddering. "Het zijn smerige, gore beesten. Ik hoop dat ik ze nooit meer hoef te zien." Will klopte haar op de schouder. "Ze zijn weg," zei hij, alsof hij een klein kind moest troosten. "Ze zijn weg en ze kunnen je niets meer doen." Ze deed haar uiterste best en raapte al haar moed bij elkaar. Toen keek ze naar hem op, een angstige glimlach om de lippen. Ze pakte zijn hand om steun te zoeken. Hij liet haar zijn hand even vasthouden. Hij vroeg zich af hoe hij hem moest vertellen wat hij besloten had dat ze moesten doen. Hoofdstuk 13. "Wat zeg je? Achter ze aan? Ben je helemaal gek geworden?" Arnoud keek naar de kleine maar vastbesloten gestalte voor hem vol ongeloof aan. Maar Will zei niets, dus ging hij verder. "Will, we hebben net 1,5 uur plat op onze buik gelegen in de hoop dat ze ons niet zouden zien. En nu wil jij ze achterna gaan, zodat ze die kans alsnog krijgen?" Will keek om zich heen om er zeker van te zijn dat Evelyn hen niet kon horen. Hij wilde het meisje niet onnodig bang maken. "Schreeuw niet zo," waarschuwde hij Arnoud. Zijn vriend ging zachter, maar niet minder opgewonden verder. "Waarom zouden we het in hemelsnaams doen?" vroeg hij. "Wat hebben we eraan als we hen achterna gaan?" Will wipte onrustig van zijn ene been op het andere. Als hij eerlijk was, vond hij het ook maar een angstaanjagend idee. Hij voelde zijn hart sneller dan normaal slaan. Die warghals waren angstaanjagende monsters, en aan de manier waarop ze met hun gevangenen omgingen, kon je zien dat ze genade nog medelijden kenden. Maar hoe dan ook, hij vond dat ze deze kans niet mochten laten glippen. "Luister," zei hij kalm. "Halt heeft me altijd op het hart gedrukt dat je zoveel mogelijk van je vijand moet weten, zien te komen. Weten waarom hij iets doet is net zo belangrijker
als te weten dat hij het doet, is soms nog belangrijker. Arnoud schudde stijfkoppig zijn hoofd. Nou, ik begrijp er niets van, zei hij. In zijn ogen was deze beslissing van Wil een uiterst domme en onverantwoorde bevlieging. En eerlijk is eerlijk, Wil zelf was ook niet zeker van zijn zaak. Maar hij herinnerde zich hoe Gilan hem op het hart gedrukt had als leider van het groepje nooit onzekerheid te tonen. En al het training had hem geleerd dat dit een kans was die ze niet mochten laten lopen. We weten nu dat de Wargos Keltische mijnwerkers gevangen nemen en meenemen, zei hij. En we weten ook dat Morgarad niets zonder doet zonder goede reden. Dus als we hen achterna komen, dat er misschien achter wat hij van plan is. Arnoud haalde zijn schouders op. Hij wil gewoon slaven, zei hij. Maar Wil schudde heftig van nee. Waarom zou hij? En waarom dan juist mijnwerkers? En Verlin zei dat hij alleen geïnteresseerd was in mijnwerkers. Waarom? Begrijp je niet, zei hij smekend tegen de andere jongen. Begrijp je niet dat dit belangrijk kan zijn? Halt zegt altijd dat het kleinste beetje informatie soms de oorlog beslist. Arnoud tuitte de lippen. Hij overdacht wat Wil juist gezegd had. Na een tijdje knikte hij bedachtzaam. Goed dan, gaf hij toe. Misschien heb je wel gelijk ook. Arnoud was niet zo snel van geest. Hij dacht liefst langs vaste paden. Maar op zijn manier was hij wel methodisch en volgde hij een eigen logica. Wil had meer instinctief begrepen dat ze de Wargals moesten achtervolgen. Arnoud moest er eerst hard over nadenken, maar nu begreep hij wel dat het van Wil geen zucht tot avontuur was. Hij begreep de redenering van de jonge grijze jager. Nou, als we ze dan achterna gaan, laten we dan ook maar meteen vertrekken, zei hij. Wil keek hem nu verbaasd aan. Hij schudde zijn hoofd. Wij, zei hij. Wie had het over wij? Ik ga er in mijn eentje achteraan. Jij moet Everdeen veilig thuis brengen. En wie zegt dat dan wel? Vroeg de grote jongen boos. Ik heb van Gilan de uitdrukkelijke opdracht gekregen om bij jou te blijven en je te beschermen. Dat mag zo zijn, maar ik geef je nu nieuwe orders, antwoordde Wil. Arnoud lachte smalend. Is er soms iemand dood dat jij als enige baas overgebleven bent, sneerde hij. Jij hebt niets over mij te vertellen hoor. Gilan was mijn baas en als hij mij iets opdraagt, dan doe ik dat. En het meisje dan? Vroeg Wil. Even wist Arnoud geen antwoord. We geven haar te eten en voorraden en het pak waard, zei hij. Dan kan ze best in haar eentje naar huis rijden. Dat is heel galant van je, sneerde Wil. Arnoud schudde alleen zijn hoofd. Hij liet zich niet uitlokken. Je zei zelf hoe belangrijk dit niet wel is, antwoordde hij. Nou, ik ben bang dat ik het helemaal met je eens ben. Dus Evelien moet het er maar op wagen, net als wij. We zijn nu trouwens toch al vlak bij de grens. Een nachtje rijden en ze is Celtica uit. Eigenlijk vond Arnoud het helemaal geen prettig idee om Evelien alleen verder te laten gaan. Hij was haar inmiddels erg aardig gaan vinden. Ze was altijd opgewekt, ze was grappig en prettig gezelschap. Maar op de krijgsschool had hij geleerd wat plichten waren en dat persoonlijke gevoelens altijd op de tweede plaats kwamen. Wil probeerde het nog een keer. Maar zonder jou of jullie kan ik veel sneller reizen, voerde hij aan. Maar ook daar wilde Arnoud niets van horen. En wat dan nog? We hoeven helemaal niet zo snel te gaan als we die Wargals achtervolgen. We hebben toch paarden? Nou, dan houden we hen gemakkelijk bij. Zeker nu ze ook nog die arme gevangenen met zich mee moeten slepen. Arnoud vond het wel leuk om een beetje ruzie te maken met Wil. Zeker als hij het idee had dat hij kon winnen. Misschien, dacht Arnoud, heb ik al wel wat geleerd van mijn omgang met de jagers. En trouwens, wat als we dan echt iets belangrijks ontdekken? Als je hen wil blijven achtervolgen, maar we wel een boodschap naar de baron moeten sturen. Als we met z'n tweeën zijn, kunnen we alsnog opsplitsen. Ik kan dan de boodschap overbrengen, terwijl jij die beesten blijft achtervolgen. Daar moest Wil even over nadenken. Arnoud had een punt, dat moest hij toegeven. Eigenlijk zou het alleen maar goed zijn als we met z'n tweeën waren. Oké dan, zei hij tenslotte. Maar dan moeten we het wel aan Evelien vertellen. Wat moet je me vertellen? Vroeg het meisje dat net ongemerkt was aankomen lopen. De twee jongens keken elkaar schuldbewust aan. Wil heeft een plan, weet je, begon Arnoud. Maar hield toen op en keek Wil vragend aan. Maar Wil hoefde al niets meer aan te vullen. Jullie willen de Wargals achterna gaan, stelde het meisje zonder te verrast te zijn vast. De twee recruten keken elkaar aan alvorens Wil besloten antwoorden. Heb ik je staan luisteren? Vroeg hij op beschuldigende toon. Nee, helemaal niet. Maar dat ligt toch voor de hand, of niet dan?
Dat is misschien wel de enige kans die we hebben om uit te vinden wat ze van plan zijn en waarom ze de mijnwerkers meenemen. Voor de tweede keer in een paar minuten maakte Will bezwaar tegen het meervoud wij. Onze enige kans, vroeg hij. Wat bedoel je precies met onze enige kans? Evelien haalde haar schouders op. Luister, als jullie tweeën de wargas achterna gaan, dan kom ik mee. Ik laat mij niet alleen achter, midden in de rimboe. Maar, begon Arnoud. Ze keek hem kalm aan, maar het gaat wel om wargals, het zou gevaarlijk zijn. Ja, dat had ik al begrepen. Arnoud keek hulpeloos naar Will om steun. De leerlingjager haalde zijn schouders op en ze probeerde Arnoud het nog eens. Het is gevaarlijk en jij bent... Hij aarzelde. Hij wilde haar niet herinneren aan hoe bang ze net nog was geweest en waarom. Evelien begreep waarom hij niet verder ging en gaf een flauw lachje ten beste. Luister, natuurlijk ben ik bang van die wezens, zei ze. Maar ik neem aan als jullie ze willen achtervolgen, die ga je niet bij hen melden, toch? Dat was het plan, ja, zei Will. En nu keek ze hem aan, zonder met haar ogen te knipperen. Bovendien hoeven we helemaal niet zo dichtbij te komen als ze zoveel lawaai blijven maken, ging Evelien verder. En misschien kunnen we hen wel dwarsbomen, wat ze ook van plan zijn. Dat zou mij wel wat lijken, moet ik zeggen. Will keek haar met nieuw respect aan. Ze had meer nog dan Arnoud alle redenen om de wargas te vrezen. Maar toch was ze bereid over haar angsten heen te stappen als ze daarmee morgenrad een loer kon draaien. Weet je het zeker? Vroeg hij tenslotte. En Evelien schudde haar hoofd. Nee, natuurlijk weet ik het niet zeker. Ik heb er helemaal geen zin in om dicht bij die monsters te komen. Maar ik heb er ook geen zin in om hier in mijn eentje achter te blijven. We wilden je niet in de steek laten, begon Arnoud. En ze keerde zich weer naar hem om. Hoe zou je het dan willen noemen wat je van plan was? Ze glimlachte er een beetje bij. Arnoud aarzelde. In de steek laten, denk ik. Precies, antwoordde ze. Als ik moet kiezen tussen in mijn eentje tegen een groep boeven aanlopen of andere wargals, dan wel met jullie meegaan, een paar wargals achterna, nou, dan weet ik het wel, dan ga ik met jullie mee. We zijn echt nog maar één dag of nacht rijden van de grens, hoor, zei Will nog. Ben je die eenmaal over, dan hoef je niet meer zo bang te zijn. Maar zij schudde vastbesloten het hoofd. Bij jullie voel ik me veiliger, zei ze. En trouwens, het is voor jullie ook handig dat er nog eentje bij is. Eén meer om 's nachts te wachten houden. Dan kan iedereen meer slaap krijgen. Nou, dat is de eerste goede reden die ik heb gehoord, zuchtte Arnoud. Net als Will begreep hij dat haar besluit al vast stond. En de beide jongens beseften inmiddels dat ook als Evelien zich iets in het hoofd gezet had, er niets was dat haar ervan kon weerhouden. Ze grijnsde hem vriendelijk toe. Nou, zei ze, blijven we hier de hele dag zo staan? Die wargals komen niet vanzelf dichterbij. En daarmee draaide ze zich om en liep voor hen uit naar de paarden. Hoofdstuk 14. De wargals achtervolgen bleek nog gemakkelijker dan ze verwacht hadden. De wezens dachten maar aan één ding en dat was hoe ze zo snel mogelijk de gevangenen daar konden brengen waar ze verwacht werden. Omdat ze de bewoners van de streek overdreven hadden, verwachtten ze geen overval of hinderlagen en dus voelden ze geen behoefte aan verkenners voor of achter de groep. Hun voortdurend gezang, hoe angstaanjagend in de eerste instantie ook, zorgde bovendien voor een constante camouflage van eventuele geluiden die hun achtervolgers maakten. Tegen de avond hielden ze gewoon op met marcheren en sloegen hun kamp op waar ze op dat moment aangeland waren. De mijnwerkers bleven aan elkaar geketend en er werd een aantal wachten uitgezet om hen te bewaken, terwijl de rest op de grond in slaap viel. De tweede dag begon Will te vermoeden waarheen ze op weg waren. Hij reed zo'n 30 meter voor de anderen uit, vertrouwend op de instincten van Trek om hem te waarschuwen als hij gevaar dreigde. Hij hield nu in en liet zich door Arnoud en Evelien inhalen. Volgens mij gaan we naar de spleet, zei hij. En het was duidelijk dat hij daar niets van begreep. Aan de horizon konden ze al de steile kliffen zien die hoog boven de diepe kloof in de aarde uithorenden. Celtica was al een bergachtig land, maar het rijk van Morgarad lag nog honderden meters hoger. Ik zou persoonlijk niet graag met ladders en touwen langs die steile wand naar beneden klimmen, zei Arnoud met een knikje naar de kliffen. En dan moest je beneden ook nog een plat stukje vinden, daar aan de overkant, om over de spleet te komen, antwoordde Will. En volgens de verhalen zijn die er nauwelijks. Bijna overal gaan die kliffen gewoon recht naar beneden tot op de bodem van de spleet. Evelien keek van de een naar de ander. Toch is het Morgarad gelukt, zei ze. Misschien wil hij ook zo Areluin aanvallen. Arnoud hield zijn paard in en overdacht de opmerking. Will en Evelien
hielden naast hem stil. Een paar seconden beet Arnoud op zijn onderlip, terwijl hij de lessen van heer Roderick overdacht. Toen schudde hij zijn hoofd. Araluen is een ander geval, zei hij. De aanval op Celtica was meer een snelle inval dan een invasie. Daarvoor hadden ze niet meer dan 500 man nodig, zonder al te veel bepakking en bewapening. Om Araluen aan te vallen heeft hij een heel leger nodig. En dat krijgt hij met touwen en ladders niet zonder ongelukken van die klippen af. Wil keek hem met enig ontzag aan. Deze kant van Arnoud was nieuw voor hem. Blijkbaar had Arnoud de afgelopen maanden meer geleerd dan zwaaien met een zwaard. Maar als hij alle tijd van de wereld kreeg, begon hij, maar Arnoud schudde weer zijn hoofd, dit keer nog zekerder van zijn zaak. Mensen, of alleen wargals misschien nog wel. Als je de tijd nam, zou je ze één voor één naar beneden kunnen laten zakken. Alhoewel, hoe langer het duurt, hoe eerder je opgemerkt wordt. Maar een heel leger, dat bestaat voor een groot deel uit uitrusting en apparaten, wapens, voorraadkarren, voorraden, tenten, reserveonderdelen en reservewapens, de spullen van de smid die je meeneemt om alles weer te repareren, paarden en ossen om de karren te trekken, die krijg je die steile rotsen niet af. En zelfs al kon je ze laten zakken, hoe kreeg je ze dan weer omhoog uit de spleet? No way, Hikaros zegt altijd. Hij besefte hoe de anderen naar hem keken en hij bloosde. Maar wat wou ik allemaal, mompelde hij verlegen en gaf zijn baard de sporen. Maar Will, die hem hoofdschuddend achterna reed, vond het geen gewaal. Je hebt gelijk met wat je zegt. Blijft de vraag wat deze monsters dan wel van plan zijn, vroeg de Evelien eraan toe. Will haalde zijn schouders op. Ik denk dat we daar snel genoeg achter komen, zei hij, en poorde trekken zijn buik om de koppositie weer in te kunnen nemen. En daar kwamen ze de volgende avond inderdaad achter. Net als eerder waren het geluiden die aankondigden dat er iets aan de hand was. Ze hoorden hoe er met hamers op hout en op steen geslagen werd. En naarmate ze dichterbij kwamen, werd het concert aangevuld met een ieder geluid, een constant maar onregelmatige knal. Wil gebaarde de anderen achter te blijven en liep omzichtig alleen verder naar de volgende bocht in de weg. In zijn mantel gewikkeld gleed hij voorzichtig van de ene schaduw naar de andere. Hij liet de weg en stak dwars door het veld naar een punt waar hij goed zicht zou hebben op de verdere route van de wargals. En meteen viel zijn oog op een reusachtige houten constructie die daar gebouwd werd. 4 houten torens, onderling verbonden met zware kabels en planken. Zijn hart klopte in zijn keel toen hij besefte wat hij daar voor zich zag staan. Om het zeker te weten sloop hij nog wat verder. Het was wat hij gevreesd had. Het was een enorm grote houten brug die daar gebouwd werd. Aan de overkant van de spleet had Morgarad een van die zeldzame platte regels aan de kliffen ontdekt, ongeveer op dezelfde hoogte als Celtica aan deze kant van de grens. Dat natuurlijke balkon was verder uitgehouwen tot er genoeg ruimte ontstaan was voor 2 houten torens die met dikke kabeltouwen met de 2 andere aan deze kant verbonden waren. Op die kabels lag, al half klaar, het brugdek, breed genoeg om met 6 wargals tegelijk de duizelingwekkende afgrond eronder over te steken. Keltische gevangenen waren overal druk bezig met zagen en timmeren. Het geknal kwam van de zwepen die de wargelopzichters gebruikten. En daarachter weerklonk het geluid van hamers en houvelen op steen. Daar bevond zich de ingang van een tunnel in de bergwand, zo'n 50 meter ten zuiden van de brug. Het was nog maar een spleet in de steile wand, nauwelijks breder dan de schouders van een flinke man, maar Will zag hoe Keltische mijnwerkers druk bezig waren die ingang te verbreden. Will keek omhoog naar de donkere bergwand aan de overkant. Er was geen touw of ladder te bekennen. De wargals moesten allemaal via die nauwe barst in de rots gekomen zijn. De groep die ze achtervolgd hadden stak nu de spleet over. De eerste 15 meter van de brug was nog niet klaar, daar lag alleen een smalle loopplank. Voor de Kelten was hij nauwelijks breed genoeg, 2 aan 2 geketend als ze waren. Gelukkig waren de mijnwerkers gewend aan smalle richels en diepe afgronden en hun overtocht verliep zonder ongelukken. Will besloot dat hij genoeg gezien had. Hij moest terug. Hij kroop achteruit tot achter een paar rotsblokken en rende vervolgens dieper over de bogen terug naar zijn kameraden. Bij hen aangekomen liet hij zich hijgend tegen de rotsblok zakken. De spanning van de afgelopen 2 dagen begon haar tol te eisen, samen met die van de verantwoordelijkheid als aanvoerder. Tot zijn verbazing merkte hij ineens hoe uitgeput hij was. Hij had nooit kunnen vermoeden dat spanning iemand zo kon uitputten. En, wat doen ze daar? Vroeg Arnoud. Will keek hem moe aan. Een brug, zei hij tenslotte.
Ze zijn een grote brug aan het bouwen. Arnoud fronste zijn wenkbrauwen. Hij begreep het nog niet. Waarom zou Mogrod een brug willen bouwen? Het is een heel grote brug, zei ik toch. Groot genoeg om een leger te laten oversteken. We hadden het er net nog over hoe moeilijk het zou zijn voor Mogrod om de kliffen af en de spleet over te komen. Nou, hij is dus al die tijd al bezig geweest met het bouwen van een brug. En Valin trok aan een draadje aan haar jas. Dus daarom had hij de kelten nodig, zei ze. Toen de jongens haar vragend aankeken, ging ze verder. Zij weten toch alles van tunnels en bruggen? Die wargals zijn daar veel te stom voor. Ze zijn inderdaad ook bezig met een tunnel, zei Wil. Er is al een smalle opening, een soort van grot misschien, daar in de bergenwand, en die zijn ze ook breder aan het maken. En waar gaat de grot dan naartoe? Vroeg Arnoud zich hardop af. Geen idee, zei Wil, maar misschien is het wel belangrijk als we dat uitvinden. In elk geval is de hoogvlakte boven op de kliffen nog meer dan 100 meter hoger. Toch is er een verbinding, want ik zag geen enkel touw of ladder. Arnoud stond op en ijsbeerde heen en weer. Hij dacht diep na, dat zag je. Ik begrijp er niets van, zei hij tenslotte. Er valt niets te veel te begrijpen, zei Wil enigszins geïrriteerd. Ze hebben een grote brug gebouwd, dwars over de spleet. Groot genoeg voor Mogrod en zijn wargals, groot genoeg voor karren en ossen en paarden en smeden en wat niet. Arnoud wachtte geduldig tot Wil klaar was. Hij hield zijn hoofd scheef en vroeg vriendelijk, uitgeraasd? Wil besefte dat hij te ver gegaan was. Hij maakte een vaag verontschuldigend gebaar. Ik begrijp niet, zei Arnoud, elk woord zorgvuldig uitsprekend, waarom daar niets over te vinden was in die plannen die jullie gevonden hadden. En Evelien keek verrast op. Plannen? Wat voor plannen? Maar Wil besefte dat Arnoud een goed punt had. Hij gebaarde dat ze even moesten wachten. Je hebt gelijk, fluisterde hij. In die plannen staat niks over een brug over de spleet. En niet omdat die brug niet voorstelt. Dat is zoiets groot, dat had erin moeten staan, zei Arnoud. Wil knikte. Arnoud had gelijk. En Evelien herhaalde haar vraag geërgerd. Over wat voor plannen hebben jullie het? Arnoud kreeg medelijden. Hij besefte hoe frustrerend dit gesprek voor haar liep. Wil en Halt, zijn leermeester, hebben een paar weken geleden een kopie van de oorlogsplannen van Mogrod gevonden. Daar stond in detail in beschreven hoe de legers van Mogrod uit de bergen vannacht een ontij zouden ontkomen via de Tristapas. Er stond zelfs wanneer ze dat zouden doen en dat de Scandiërs hen zouden helpen. Maar over deze brug stond er niets in. Waarom niet? Vroeg Evelien. Maar Wil begon te begrijpen wat Mogrod van plan was en dat maakte hem bijzonder ongerust. Misschien, zei hij, was het wel de bedoeling dat wij die plannen zouden vinden. Dat kan niet, antwoordde Arnoud onmiddellijk. Er moesten doden vallen voordat jullie ze hadden. Wil keek hem kalm aan. Wat kan Mogrod dat schelen? Een wargal meer of minder interesseert hem niets. Denk eens na. Halt zegt altijd, als je niet begrijpt waarom iets gebeurt, denk dan aan de gevolgen en vraag je af wie daarmee geholpen zou zijn. En, vroeg Evelien, wat was het gevolg van jullie vondst? Koning Duncan verplaatste zijn legers naar de vlakte van Utah om de vijand daar bij de Tristapas tegen te houden, zei Arnoud meteen. Evelien knikte en stelde het tweede deel van haar vraag. En wie is er geholpen met het gegeven dat het leger van Duncan op de vlakte van Utah staat? Wil keek eraan. Hij wist dat ze dezelfde conclusie getrokken hadden als hij. Heel langzaam zei hij, Mogrod, als die plannen niet echt waren. En Evelien knikte, maar Arnoud was niet zo snel van begrip. Hoezo niet echt, wat bedoelen jullie? We bedoelen, zei Wil geduldig, dat Mogrod waarschijnlijk wilde dat we die plannen zouden vinden. Hij wilde het leger van Aegaluin uit de weg hebben, op de vlakte van Utal, heel het leger, omdat de aanval niet uit de Tristapas zou komen. De echte aanval kwam van hier, een verrassingsaanval, en van achteren ook nog. Ons leger zit dan in de val en zal weggevaagd worden. Arnouds ogen sperden zich wijd open van schrik. Hij begreep wel wat een massieve aanval op de achterhoede van het leger zou aanrichten. De strijders van Aegaluin zouden klem zitten tussen de Scandiërs en een paar wargals van voren en een grote groep wargals achter hen. Een recept voor een slagpartij. Het soort dat elke generaal boze dromen bezorgt. Maar dan moeten we het hun snel gaan vertellen, riep hij uit, en van zo snel als we kunnen. Wil knikte. We moeten dit nieuws aan de koning melden, maar eerst wil ik nog één ding uitvinden. Die tunnel die ze aan het graven zijn. We weten niet of die al klaar is, of half klaar, of waarheen die loopt. Vanavond ga ik op onderzoek uit. Arnoud schudde echter zijn hoofd. Hij was het er niet mee eens.
We moeten hier nu weggaan, zei hij. We kunnen het ons niet permitteren hier te blijven hangen, om alleen maar jouw enorme nieuwsgierigheid tevreden te stellen. Het was Evelien die hen uit dit dilemma hielp. Arnoud heeft gelijk, zei ze. De koning moet zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden. Maar we moeten wel zeker zijn dat we hem niet weer opzadelen met een vals bericht. Misschien duurt het nog wel weken voor die tunnel van Wil klaar is. Of misschien gaat hij wel nergens heen. Het kan natuurlijk ook allemaal een truc zijn om ons in verwarring te brengen en zo weer troepen weg te halen van het front om de achterhoede te versterken. We moeten zoveel mogelijk informatie zien te verzamelen. En als dat betekent dat we nog een paar uur moeten wachten, dan zeg ik wachten. Wil keek nieuwsgierig naar het meisje naast hem. Het was waar dat ze met meer gezag en autoriteit sprak dan je van een dienstmeisje zou verwachten. Hij besloot dat Gielan het bij het rechte eind moest hebben gehad. Over een uur is het donker, Arnoud. Vanavond sluipen we dichterbij en bekijken de zaak beter en grondiger. Arnoud keek van de een naar de ander. Al zijn instincten zeiden hem dat ze onmiddellijk moesten vertrekken, om zo snel als ze konden iedereen over de brug te vertellen. Hij was getraind om in actie te komen, niet zo moeilijk na te denken. Met tegenzin liet hij zich overhalen. Goed dan, zei hij, we gaan vanavond kijken, maar morgen gaan we op weg. Diep in zijn mantel sloop Wil terug naar zijn eerdere uitkijkpost. Hij bestudeerde de brug zorgvuldig. Hij wist dat Halt van hem verwachtte dat hij een accurate tekening van het buisrol zou kunnen maken. Hij lag daar nog maar een paar minuten toen ineens hoorngeschal klonk. Wil schrok en dacht even dat er alarm werd geslagen, omdat een wakkere wachtpost hem tussen de rots had opgemerkt. Maar toen hoorde hij het knallen van zwepen en hij zag dat de wargals de kelten van de halfvoltooide brug joegen in de richting van de tunnel. De gevangenen lieten hun gereedschap netjes in stapels achter. De wargals ketenden hen weer allemaal aan elkaar. In het westen zag Wil nog net een stukje zon wegzakken achter de horizon. Hij besefte dat de hoorn alleen betekende dat de werkdag erop zat. De gevangenen werden nu teruggedreven naar waar ze ook vastgebonden werden. Een paar meter voor de opening waren er wat schermutselingen toen twee kelten halt hielden om een gevallen medegevangene op te tillen. Maar de wargals stormden boos op hen af en sloegen hen met hun zwepen naar de grot. De bewegingloze gestalte van de gevallen kelt bleef alleen achter. Eén voor één liepen wargals en kelten door de nauwe ingang de tunnel in en verdwenen uit het zicht. De schaduwen van de brug werden steeds langer. Wil bleef zonder te bewegen nog 10 minuten liggen. Hij wachtte om te zien of er soms nog een wargal de tunnel uit zou komen, maar het was en bleef doodstil. Alleen het stille lichaam lag buiten in de avondlucht. Het werd snel donker, maar Wil kon het duidelijk zien. Het leek of het een mijnwerker was, maar zeker wist hij het niet. En toen bewoog de gestalte zich. Wil besefte dat, wie het ook was, hij in elk geval nog in leven was.